Oh, dit is heel leuk. Dit is ook echt perfect. Oh ja, ik heb trouwens al zomervakantie. Met allemaal van die leuke bolletjes er zo aan. Wij zijn weer eens aan het shoppen. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Dit is de eerste vlog na de verhuisvlog eigenlijk, maar dit wordt gewoon even een normale vlog. Want de verhuisvlog maak ik gewoon verder als er allemaal dingen veranderen. En er zijn ook allemaal lange levertijden van meubels, dus dat komt later. Maar ik dacht, ik maak weer eens gewoon even een normale vlog, dus daar had ik gewoon heel veel zin in. Het is vandaag vrijdag 17 juni. Ik vind het zo raar dat het alweer juni is en straks alweer juli. En dan ben ik, ik ben op 15 juli jarig, dus dat is ook alweer over een maand. Ik heb net gezwommen. Eindelijk weer de eerste keer dit jaar dat ik weer gezwommen heb, want het was echt 30 graden vandaag. Nu volgens mij nog steeds. Het is nu, denk ik, 7:15 of zo. Maar ik moet eventjes een beetje opschieten, want ik ben net thuis. Mijn ouders zijn barbecue ergens en ik moet er ook heen. Maar volgens mij zijn ze al lang begonnen met eten. Maar ik moet nog even snel klaarmaken, want ik kom net terug van het zwemmen. Ja, ik heb nu dit aan. Oh, ik heb mijn bikini er ook nog onder. Ik heb echt geen zin om dat weer. Daar hou ik gewoon onderaan. Ja, het is zo, dus die blauwe Fashion Tiger bikini, maar dat ziet er echt eigenlijk niet uit hieronder. En ik heb gewoon een Zara spijkerbroek kort broekje aan. Maar ik dacht van, ja, ik wil even een ander outfit. Ik wil gewoon een ander rokje onder. Maar toevallig zag ik dit pakketje op tafel liggen. Ook van Fashion Tiger. Kijk hoe leuk. Als hij goed zit, dan kan ik hem meteen aan. Ik hoop dat ik hem dacht. Oh, leuk. Ik heb maat SM gedaan. Je had SM of ML. Ik dacht, dan doe ik gewoon. Oh, dit is heel leuk. Hij zit ook echt perfect. Kijk. Ja, ik kan even niet echt verder weg doen, maar. Nou, in ieder geval, kijk, zo ziet hij eruit. Ik vind hem heel leuk. Het is een broekrokje, dus dat is echt fijn. Ik heb gewoon zo'n broekje eronder. En ik weet niet of ik dit topje er zo in moet doen. Vind ik misschien een beetje raar. Ja, ik denk dat ik dit wel iets leuker vind. Iets losser erin. Ik moet het kaartje niet vergeten eraf te halen. Dat ga ik echt vergeten als ik dan wegga. Maar dat is de outfit. Let trouwens even niet op mijn haar, want mijn haar is echt één grote. Eeuw. Oh, we hebben trouwens een nieuwe lamp. Dat kan ik al even laten zien. Kijk, ik vind hem zo leuk. Met allemaal van die leuke bolletjes er zo aan. En dat is dus al wel een nieuw ding. Maar er komt nog een nieuwe tafel. We hebben nu nog gewoon een normale zo'n tafel, zeg maar. En onze stoelen. Kijk even hoe ze eruit zien. Dat is allemaal nieuw. En er komt een bankje daar. Maar dat zien jullie allemaal als dat allemaal binnen is. Dat duurt echt een heel lange levertijd. Dus dat zien jullie wel in een latere vlog. Maar mijn haar is nu niet echt heel mooi. Omdat ik dus net heb gezwommen en gewoon zo laten opdrogen. Dan hou ik denk ik dit outfitje aan. Alleen moet ik nog even mijn schoenen aandoen. Oké, we zijn weer terug. Het is inmiddels. Volgens mij is het alweer 11 uur. Ik wou net Figaro eten geven. Maar toen wou ik. Ik laat hem altijd zijn bakje pakken. Maar hij pakte hem met zijn poot en dat hele bakje viel om. Eeuw, dus nou is het iets van de grond op te eten. Ja, ik ga het zo nog schoonmaken. Maar hij had zoveel honger dat hij het op ging eten. Kijk, zo ziet trouwens de uitbouw er nu uit. Eerst was het heel lang een gat, maar nu zijn er eindelijk muren en palen. Maar het is nog helemaal niks. Maar dit wordt dus de uitbouw nog. Ik was even vergeten hoe ik mijn kamer had achtergelaten. Er zitten allemaal bikinis, want ik wist niet welke bikini ik aan moest vandaag. Er zitten allemaal bikinis overal. Oh ja, trouwens, wat ik dus nu aan heb is dit rokje van, dus van Fashion Tiger. En dan dit topje, shirtje van Villa, zeg maar met een V, V-I-L-A. Daar kom ik eigenlijk nooit, maar ik zag die winkel wel eens. Maar toen ging ik er een keer heen, zag ik allemaal leuke dingen. Dat was in Utrecht trouwens. Alleen je ziet het mijn bikini erheen, want die is blauw, maar dat maakt niet uit. Oh ja, ik heb trouwens al zomervakantie, al sinds 2 weken volgens mij. Want ik wist dus iedere keer niet welke opleiding ik ging doen. Ik ben weer gestopt met die media redactieopleiding. Dus zeg maar de laatste keer dat ik zo'n video had over eerste dag van mijn nieuwe opleiding. Die opleiding was ik echt al na een maand weer gestopt. Echt erg eigenlijk, maar ja, ik vond het toch echt niet leuk. Ja, iedere keer verwacht ik er echt heel veel van en dan valt het weer tegen. Ja, dat heb ik gewoon de hele tijd. Nou, dus nu al met 2 opleidingen heb ik dat gehad. Dus daarna ben ik niet een nieuwe opleiding gaan doen, maar ben ik iets gaan doen waar ik eigenlijk via die school, zeg maar, heen zou gaan. En dat heet heroriëntatie. En dat was dan een klas waar je dan in zat, maar daar waren echt iedere keer maar 3 mensen. En dan 2 docenten. Dat waren dan gewoon je docenten. Gewoon, je kreeg geen vakken of zo. Je zat daar gewoon. En dan ging je gewoon een beetje gesprekken hebben. Gewoon een beetje zelfs opleidingen zelf opzoeken. Om erachter te komen eigenlijk wat je dan wil doen. En gewoon dat is dat eigenlijk waar ik heen ging. En dan hoefde ik maar 2 keer voor in de week naar school. Dus dat deed ik. Maar daar ben ik dus nu mee klaar, want ik heb een opleiding gevonden die ik volgend jaar ga doen. En dus dan mag je gewoon daarmee, ja, dan hoef je daar niet meer heen te komen, want dan heb je er eigenlijk ook niks meer aan. Dus ik heb nu gewoon vakantie. Ik moet alleen nog even 1 keer terugkomen om daar uit te schrijven. Maar ik heb dus eigenlijk gewoon een vakantie, een zomervakantie. Dus dat vind ik echt heel leuk. Maar ik heb dus een nieuwe opleiding waar ik me nu ook voor in heb ingeschreven en zo. En dat is gewoon helemaal, ik ben nu officieel daar ingeschreven. En dat is juridische dienstverlening. Het is een hele moeilijke Engelse naam, maar dat moet veranderd is qua naam. Maar het is eigenlijk gewoon juridische dienstverlening. Toen dacht ik van, ja, waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Want dat lijkt me eigenlijk altijd wel leuk. Gewoon iets van, ja, het is niet dat ik echt advocaat of zo wil worden, maar gewoon iets wat daarmee te maken heeft. Misschien is het weer helemaal niet leuk. Ik ga nu ook niet te enthousiast of zo erover denken en te veel zin erin hebben. Want ik weet gewoon dat ik heel snel iets niet leuk vind. Maar ik ga nu gewoon die opleiding gewoon afmaken. Hij duurt 3 jaar. En dan kijk ik wat ik daarna ga doen. Maar in ieder geval, ik moet gewoon echt een opleiding afmaken. Ik heb dus gewoon vakantie, dus ik doe echt gewoon niks eigenlijk. Nou, zeg maar als mijn vriendinnen dan gewoon vrij hebben, want die hebben natuurlijk wel geschoold, dan doe ik gewoon met hun wat, maar of in de avond en zo. Maar voor de rest, echt in de ochtend gewoon. Want ja, dan gaat iedereen van mijn gezin gewoon naar school. Mijn vriendinnen naar school. Dan zit ik echt van, ja, wat ga ik vandaag eens met mijn leven doen? Dat is echt. Maar je denkt misschien van, oh, ik ben echt jaloers. Want sommige mensen zitten nu helemaal in een toetsweek. Die zijn waarschijnlijk dan echt
jaloers. Die denken, oh, ik wil ook gewoon vrij zijn. Had ik dat maar, dat ik dan 's ochtends niks had te doen in plaats van leren. Maar geloof me, kijk, het is wel beter natuurlijk dan dat. Maar ik verveel me echt zo snel. Gewoon als er even niemand is om wat te doen of iedereen is school. En dan... ja, dan denk ik, wat doe je dan? Bij het begin denk ik van, oh fijn, lekker, niks doen vandaag. En als je dan een keer een leuk dagje weg bent geweest, heb je daarna gewoon niet het gevoel van, oh, dan moet ik weer naar school. Dan heb je gewoon weer niks. Dat is vooral het leukste. Als je echt iets leuks aan het doen bent en je weet gewoon van, oh, morgen heb ik gewoon weer niks. En dan... maar ik verveel me zo erg gewoon soms. Dat is wel echt een beetje, dat is wel heel saai. Maar ja, ik dacht, ik maak gewoon een vlog weer. Dan kan ik ook gewoon een beetje aan jullie laten zien wat ik doe. Ook als ik gewoon echt niks te doen heb. En hoe mijn ritme is. Want mijn ritme is echt, ik doe echt niks met mijn leven. Goedemorgen, het is echt nog te vroeg. Ik praat ook even zacht, want iedereen slaapt. Het is vroeg voor mij. Ja, net 8 uur. Nog iets voor 8. Ik stond om 7 uur op. Het is zaterdag, dus dat is best vroeg voor zaterdag. Maar Danielle is vandaag jarig. En we gaan een soort van verrassingsontbijt iets doen. Dus we hebben echt om 9 uur al afgesproken. Dus daarom ben ik zo vroeg opgestaan. Maar ja, ik vind het wel heel leuk. Ik moet eigenlijk alleen nog partypoppers halen. Maar de meeste winkels zijn nog dicht. Alleen Albert Heijn is 8 uur open. Dus die is nu open. Ik heb ook mijn outfit even aangedaan. Mijn haar is trouwens echt helemaal dood. Ik moest eigenlijk echt wassen. Maar ik had er nu geen tijd meer voor. Het droogschappen heb ik ook niet. Het is echt heel... als ik gewoon zo wil doen. Je komt er ook gewoon niet doorheen. Ik heb het net 1 seconde geleden uitgekapt. Maar goed, daar kunnen we nu even niks aan veranderen. Daar letten we maar even niet op. Weer dit rokje aan. Maar dan dacht ik, heel leuk met dit... ja, hoe noem je dit topje eigenlijk? Ja, zo'n topje. Dus zonder bandjes. Ja, ik heb dus wel... dat is wel een beetje stom. Mijn bandjes gewoon hier onderuit. Omdat ik geen, hoe heet dat, strapless BH kon vinden. Dus het moet maar zo. En dan heb ik weer dit rokje aan. Dus dit is trouwens van de H&M. Dit topje heb ik ook in het zwart. Dat is echt gewoon heel basic. Maar het kan overal leuk op. Ik heb net eventjes mijn tweede gaatje weer verwisseld. Ik heb nu deze oorbellen achtergedaan. Ik mocht hem eigenlijk echt pas, ja, vandaag eigenlijk precies verwisselen. Dus na 6 weken. En ik vind het zoveel leuker. Ik had zo'n lelijk knopje de hele tijd hier. Het is wel een hartje en een sterretje, maar ja. En aan de andere kant is niet hetzelfde, maar van die paarse hartjes. Want dat zijn zeg maar 2 losse oorbellen die gewoon ja, los van elkaar horen, zeg maar. En dan heb je gewoon 2 verschillende in. Bij mijn eerste gaatje vond ik dat een beetje raar, ze gewoon 2 verschillende had. Maar als je dan hier allebei een sterretje hebt en dan daarachter 2 verschillende, vind ik het wel gewoon leuk. Nou, ik ben weer terug. Het is echt bloedheet. Het is echt over 30 graden vandaag. En ja, we hadden daar ontbeten. En nu ben ik weer thuis. Ga eens even naar het winkelcentrum. En dan gaan we ook even cadeaus voor vaderdag halen. Want dat is morgen. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik heb gewoon nog een paar dingetjes nodig. Dus we gaan even naar het winkelcentrum. Gewoon waar meer winkels zijn. Daar ook even naar de supermarkt. Eigenlijk, kijk, soms stuur ik een beetje van het is veel te heet. Maar ik ben eigenlijk zo blij dat het dit weer is. Ik vind het eigenlijk gewoon perfect. Ik heb liever dit dan als je echt in de kou zit met een winterjas aan. Nou, ik weet niet, ik vind het bij mezelf niet zo leuk. Een beetje te wijd of zo. Oké, mijn haar zit er echt niet in, maar we zijn weer terug. De hele tijd gewoon heel lang gelopen. Ik ben helemaal rood. Ik heb mijn bandjes toch weer zo gedaan. Maar ik heb nu een haar gekocht zonder bandjes. Het gaat voor allemaal dingen op de achtergrond. Ik heb dit blouse die je op de foto's heb gekocht bij Vero Mode. Daar zie ik de laatste tijd echt leuke dingen. Het is een beetje zo'n blouse die je ook in allemaal kleuren hebt. Bij van die kleding small business een beetje. Maar daar is vaak zo'n one size en dan heb je echt zo'n veel te grote. Maar we hebben nu in maat XS. Dus die is perfect. En het is natuurlijk nu echt te warm. Nu denk je echt van, voelt bijna raar om te kopen. Maar ja, het wordt natuurlijk weer eens minder warm. Dus dan is die heel leuk. Oh, en heel leuk. Mijn laarsjes zijn vandaag opgehaald. Oh ja, dat heb ik echt even niet op mijn topje met die bandjes. Het ziet er nou echt allemaal niet uit. Ik heb cowboylaarsjes en dat gaat heel leuk worden. Ik ben heel benieuwd. Kijk hoe leuk. Ik vind het ook de perfecte hoogte. Want je hebt zeg maar van die hele hoge die echt ja, zo lang zijn. Maar je hebt ook ja, gewoon normale laag. Maar ik vind het toch wel leuk als het een beetje iets hoger. Oh, dat vind ik heel leuk. En dan met dit printje vind ik echt heel leuk. Oh, ik ben benieuwd. Ik heb maat 40 gedaan. Ik heb eigenlijk meestal 39. Maar er was geen 39 meer. Oh, kijk hoe leuk ze zijn. Ik weet niet helemaal onder welke outfit dit leuk is. Ze zijn heel leuk. En de maat is, eventjes voelen, ja, een heel klein beetje misschien aan de grote kant. Nou ja. Nee, het is eigenlijk wel gewoon perfect. Want anders... het is vandaag zondag en het is nu 1 uur. Ik heb vandaag nog niks gedaan. Ik heb alleen eventjes gedoucht net. En mijn haar is ook weer gewassen. Dus nu is het weer iets normaal. Ik heb nu even een knotje gedaan, want het ziet er echt niet uit. Want altijd als ik het heb gewassen, dan ziet het er echt heel lelijk uit net daarna. En ik heb nu dit topje aan van Fashion Tiger. Ja, ik heb daaronder een spijkerrokje, maar ik vind hem niet zo heel leuk. Hij zit ook niet meer heel mooi, maar ik moest even snel wat aandoen. Ik ga eigenlijk nergens heen vandaag. Oh ja, ik moet nog wel eventjes een TikTok maken met of een Insta story. Moet ik even kijken. Ik denk gewoon allebei met deze broek van Fashion Tiger. Want daar is dit topje trouwens ook van de samenwerking gekregen. De broek had ik eerst in 1 maat te groot. Want ik dacht, ja, ik dacht dat ik met 38 had, maar die was te groot. Toen heb ik 36 had ze opgestuurd. Ik heb hem al gepast, maar ik moet nog even een TikTok mee maken. Want je zag ook bij die andere TikTok, ik heb hem wel gewoon laten zien, maar je zag gewoon dat het te groot zat.
Dus ik ga deze eigenlijk gewoon dan nu even aandoen. Het is een beetje warm. Ik heb eigenlijk gewoon een korte broek of een rokje aan. Maar het kan wel even gewoon voor nu. En dan doe ik hem even aan en maak eventjes een TikTok denk ik gewoon ermee. Kijk, deze zit eigenlijk gewoon perfect. Alleen, ik weet niet of het nou aan mij ligt. Nee, dit is echt schuin. Dit... Die gulp die zit zo. Of lijkt. Nee, dat is echt zo. Huh? Dat snap ik niet. Als ik hem zo trek, hij zit van zichzelf zo. Ook als ik hem draai. Huh? Als ik gewoon zeg maar normaal gewoon weer ga staan. Het is heel raar. Die gulp zit zo. Of hoort dat zo bij deze broek? Ik weet niet. Oh, hij staat er gewoon wel tenminste gewoon mooi aan. De lengte is eigenlijk gewoon perfect. Als ik dan mijn schoenen eronder heb. Ik ga hier even een TikTok link mee maken. En ik heb echt geen idee wat voor TikTok. De laatste tijd letten mensen echt op alles gewoon. Als je al één keer iets te vaak, weet ik veel, een gebaar doet of zo. Dan is het dan meteen, waarom doet ze dit met haar hand zo? Ik weet niet waarom het bij mij is, maar... Dan, dat doe je toch automatisch. Mensen doen toch ook een beetje bij you, wijzen ze zo. Kijk, het is geen musical.ly meer. Maar ik bedoel, ik ga toch niet dat het zo staat. Het is letterlijk nooit goed. Dus ik kan net zo goed gewoon allemaal rare TikToks laten eigenlijk. Maar dat doen we ook maar weer niet. Maar ik ga even Liesje uitzoeken. Oké, dit is hem geworden. Ik doe even het geluid uit. Maar ik dacht, we doen eventjes snel iets. Want kijk, dit soort reacties vind ik dan wel weer heel leuk. Het is vandaag maandag. Ik ben net eventjes naar de osteopaat geweest. Dat is zeg maar voor mijn nek. Een soort van fysio, maar dan anders. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Ik heb als eerste dit shirtje aan van de Shubi. Dan dit spijkerbroekje van de Zara. En dan heb ik deze nieuwe cowboylaarsjes hieronder. Ik vond het wel leuk onder een broekje. Ik zag het bij ja, de Anna. En ik dacht het eigenlijk wel leuk. Want heel veel mensen zeggen dan, ja nee, je moet het onder een jurkje doen. Of onder iets los of zo. Niet allemaal. Maar ik vind dat juist, tenminste hieronder. Ik vind dat juist wel leuk. En ik moet eventjes wat dingetjes doen echt vandaag. Want ik iedere keer uitsta. Ik moet een pakketje naar het postkantoor brengen. Van de closet sale. En ik moet ook nog één inpakken. Want iemand had weer wat besteld. En ik moet mijn kamer opruimen. Want het ziet er niet uit. Kijk, mijn bureau is... Oh nee, wat erg. Het is sowieso nog een beetje rommelig door al die verhuisdozen. Maar het zijn ook dingen die ik gewoon echt kan opruimen. Maar gewoon geen zin in heb. Inmiddels is het weer een half uur verder. Wou gaan opruimen. Maar toen ineens besloot ik om TikToks te maken. En nu heb ik nog steeds niks gedaan. Oké, ik heb het eventjes een beetje weer opgeruimd. En ik ga nu eventjes een pakketje inpakken. Want van de closet sale. Iemand had deze gekocht. Hij is echt nog helemaal nieuw. Maar ik vind het gewoon niks voor mij. Ik vind het bij anderen heel leuk. Maar het viel gewoon tegen hoe het bij mij eruit zag. Ik weet niet. En dan heb ik zo'n zakje. Die heb ik gewoon op bol.com gekocht. En allemaal van die zakjes waar je gewoon kleding in kan doen. Ja, het zijn gewoon simpele grijze. Maar ja. En dan heb ik nog een kaarsje even geschreven. En dat doe ik er dan bij. En dan doe ik ook nog zo'n spraytje erin. Want... Ik weet niet, ik vind het altijd, als je iets binnenkrijgt van Vinted of van iets of zo, dan ruikt het echt zo typisch naar het wasmiddel van diegene of naar iemand zijn huis of zo. En ik weet niet, dat het vies is, maar ik vind dat altijd zo apart. Dus ik doe er gewoon een lekker geurtje bij, zodat ze echt denken van, ja, dan ruikt het gewoon, oh, dit ruikt dan. Ik doe er gewoon één zo'n klein spreetje in. En dan is dit het. En dan heb ik dus hier nog geen liggen. Deze moet naar het postkantoor. Deze kan in de briefbus. Oké, ik heb net even die pakketjes op de post gedaan. En ik ga nu eventjes naar Leonie toe. We gaan ook even foto's maken. Ik moet een paar foto's voor de samenwerking maken met Ideal Sweden. En we gaan voor haar verjaardag meteen foto's maken. Want zij is overmorgen jarig. Toen wordt ze 18. Dus gaan we heel leuke foto's eventjes maken. En dan heeft ze gewoon al foto's om te plaatsen. En dus de dingetjes voor op de foto. Maar volgens mij, ja, dit is dus trouwens ook van Ideal Sweden. Dit bandje is van Lovies. Heb ik er los bij gekocht. Vond ik heel leuk. Kijk, ik vind het echt heel leuk aan. Ik hou denk ik dan wel dit aan. Maar het is zeg maar net een beetje dat de wind wel best wel koud is. Maar dat het ook niet te koud is. Maar het is een beetje twijfelachtig. Maar ik hou het wel aan. Ik heb geen zin meer om te kleden. Ja, en dit zat er dus al in mijn tasje. Dus dat is gewoon handig. Dit is gewoon... Kijk, ik heb ook mijn pinpas erin. Maar je kan gewoon dit achter je telefoon plakken. Ik heb echt nu alles. Kijk, dit is ook van Ideal Sweden. En dit is ook... En dus dat mijn AirPods hoesje. Want die ligt beneden. Maar dit kan je gewoon zo... Dat zit heel stevig vast. Je kan ook gewoon zelf je telefoon zo eraan vasthouden. Ja, ik vind het iets minder mooi omdat ik gewoon een roze telefoonhoesje heb. Maar het is wel gewoon handig als je dan naar de stad gaat. En je kan het dan ook even snel los in je tasje, want het is heel plat. Maar je kan het ook snel zo erop doen. Maar ik heb ook als het goed is een kortingscode en zo. Dat komt dan, ik moet het volgens mij vandaag plaatsen. Dus dat zien jullie dan waarschijnlijk al wel als deze vlog online staat. Dus dan neem ik sowieso dit mee. Een powerbank neem ik altijd mee. Mijn telefoon is nu wel iets leger. Omdat ik natuurlijk vandaag al veel erop heb gezeten. Oké, okay. Dus ik wil een keer snel bij iemand zijn. Altijd als ik naar iemand toe ga en is het oké, kom eraan, dan ga ik nog thuis. Om dingen doen, denk ik, oké, dit kan ik snel doen. En dan uiteindelijk ben ik alsnog gewoon een uur erna. Maar ik wil gewoon een keertje dat ik zeg, ja, ik kom er nu aan. En dan kom ik er ook echt nu aan. Dus dat gaan we ook even doen. Dus ik zie jullie zo weer. Wij zijn weer eens aan het shoppen. En we zijn nu in de Sting. En we gaan weer even een mooie collectie passen. Ik heb weer te veel uitgekozen. En Leonie zit altijd weer bij te wachten. Ja. Maar ja, we gaan weer lekker shoppen. En ik heb nu dit aan, maar ik vind het broekje een beetje kort. Oh ja, mag uitkiezen. Welke ga ik als eerst passen? Deze. Oké, let even niet op hoe mijn shirt zit, maar ik moet even omhoog, want hier moet dan een leuk topje op. Maar dit is het rokje. Ik vind hem heel leuk. Eigenlijk is het toch XS, maar ik vind hem heel leuk en leuk stofje. Ik heb deze broek aan. Hij zit heel lekker, alleen ik vind dit een beetje strak. En het voelt heel zacht. Het is een heel raar stofje. En ja, dat niet op de combinatie. Oh, auw. Oh, met een oma-outfit. Maar ik vind dit topje op iets anders heel leuk. Oké, kijk, nu heb ik dit topje op een spijkerbroekje.
En dat vind ik wel leuk. Oké, ik ben weer thuis. We hadden net allemaal foto's gemaakt. En zijn nog even naar de stad geweest. En hebben we ook leuke foto's gemaakt. Ik heb nu even weer wat anders aan. Maar ik had net een jurkje binnengekregen. Hij is van Olivia en Kate. En ja, ik zocht dus een leuk jurkje. Ook voor uit eten binnenkort. Voor feestje. Ik heb echt overal gezocht. Toen vond ik hier een leuke. Staat Tijn. Ik zou even een foto hiernaast zetten hoe je hoort. Maar ik heb hem net gepast. Ik wil ook even een foto daarvan. Anders moet ik hem weer opnieuw aan doen hiervoor. Maar... ik vind het, er zitten nog heel veel kreukels in, dus je kan het daardoor niet heel goed zien. Maar ik weet niet of ik het wel echt leuk vind. Het zit een beetje te groot of zo voor mijn gevoel. Het is maat M, maar ze hadden ook alleen nog maar M. Maar het model droeg maat L, stond er. Dus ik weet niet of dat dan helemaal klopt. Maar, dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar ik heb ook nog een andere jurkje bij de Zara besteld. Een witte, en die komt ook nog binnen als het goed is morgen. Dus die hebben we dan ook nog als tweede optie. En wat ik nu aan heb, is, ik heb het even snel aangedaan. Ik weet niet of het leuk is. En ik weet ook niet of ik dit erin moet doen. Helemaal of zo half eruit. Maar dit vind ik wel leuk qua kleuren. Ik heb dit rokje van de Zara aan en dan dit van de Vero Moda. En dan dus die cowboylaarsje. Dat is echt, ik vind het zo leuk, die cowboylaarsjes. Het is vandaag donderdag. Het is nu 1:15. En ik ga zo meteen naar Nijmegen. Gaan we gewoon eventjes shoppen. En ik moet vooral cadeautjes kopen voor Leonie. Allemaal dingen. Dus ik heb een heel leuk idee wat ik ga maken. Ja, jullie zien het allemaal straks wel als ik het ga maken. Ik denk dat ik het ook vanavond even ga maken als ik alles heb gehaald. Ik heb weer deze outfit aan. Het vond ik wel gewoon een leuke outfit voor vandaag. Ja, maar ik ga even ijskoffie maken. Maar we hebben helemaal geen ijskoffie. Ik doe dat altijd van die zakjes. Want dat vind ik veel lekkerder dan zo'n kant-en-klaar pak. Dat ruikt gewoon altijd beschimmeld. Maar dit is gewoon normale. Dit en geen ijskoffie. Maar als je hier gewoon ijskoffie mee maakt, ben ik benieuwd. Meestal is ijskoffie wat zoeter. Kijk, ik maak het altijd in dit soort glas. Zo'n glas. Het is volgens mij van de Hema. Ik vond het echt leuk, zo'n glas met zo'n soort dubbele rand erin. Oh, dit is volgens mij die ene die echt geen lekkere smaak heeft. En hier moet je dat dus melk bij doen. Ik ben nog altijd in de lockdown, maar ik heb altijd ijskoffie zocht. Dat was echt zo'n tijd. Had ik zo'n vlog en dan ging ik, nou nu ga ik ijskoffie maken. Dan maakte ik dat gewoon altijd. Nu doe ik het niet meer zo vaak. Maar gewoon soms, als ik er zin in heb. Ik pak altijd zo'n lang lepeltje. Kijk, al die kleine... Eeuw, kijk dit ook. Dan moeten we ijskoffie hebben. Want anders dat was echt lekker. Doe er twee in. Oh, het gaat helemaal vast. Kijk, hier is iets mee. Het ziet er zo vies uit. Oh, je hebt trouwens hier heel droog zo'n bordje staan met dan zo'n tekst erop. En we gaan nog wel een leukere denk ik opzetten. Maar omdat het zeg maar een beetje een koffiehoekje is. Het ziet er echt niet uit. Ik heb nu allemaal dingen neergezet. Maar ik neem zo even de trein naar een station verder. Daar spreek ik af met Kira. En dan zeg maar ziet ze mij in de trein. In Nijmegen heb je echt wel leuke winkeltjes. Alleen ik ga niet echt grote dingen denk ik kopen. Want echt niet nog meer geld uitgeven. Maar gewoon even van die dingetjes voor de verjaardag van Leonie. En misschien iets kleins of zo. Jongens, ik neem het terug wat ik net heb gezegd. Want deze ijskoffie is juist echt een van de lekkerste ooit gewoon. Tenminste, het was geen ijskoffie, maar ik heb er dus ijskoffie van gemaakt. Dus als je een lekkere ijskoffie zoekt en die andere zakjes zijn er niet of zo. Van Nescafé en dan deze en van die gouden zakjes. Wij zijn in Nijmegen. Ik heb net een Zara pakketje binnengekregen en ik weet niet wat het is. Dat is mijn jurkje. Er zijn twee besteld. De ene satijnen die ik liet zien. En dit lijkt een beetje op dat roze jurkje. Wat ook best veel mensen hebben. Oh, het zijn er natuurlijk twee. Want ik had twee maten besteld. Dus er moet sowieso één terug. Ik heb maat X, S en S. Kijk, dit is het jurkje. Ik vind hem leuker en strakker eruit zien. Want dat leek heel los op de foto. Maar ik kan dus ook deze aandoen, maar die is denk ik iets kleiner. Jongens, dat vind ik niet leuk. Ik dacht helemaal dat ik kleine maten moest bestellen. Dit is de grootste maat, S. En dit is al echt net goed. Het ziet er misschien wel leuk uit. Maar het is echt net gewoon, kan net aan de achterkant. Best kort. Het zit hier ook, kijk, dit is zo strak. Oké, jongens, ik heb eindelijk mijn Apple Watch weer, weet je dat, ingesteld. Want er was iets, dan moest een update en zo. Dat ik even mijn oude telefoon een keer moest gebruiken tijdelijk. En toen kon die niet meer gebruikt worden, dacht ik. Want er moest een update. En die update duurde zo lang dat het gewoon na de hele nacht nog niet eens klaar was. Maar ik kon blijkbaar gewoon op geen update of zo drukken. Dus ik heb het gewoon weer een keer opnieuw geprobeerd. Ik heb hem al zo niet gebruikt. En ik heb nu een standaard scherm. Dus ik ga even een andere instellen. Ja, en nu gaat hij weer dus laden. En dan ga ik even alles instellen. Oké, we hebben net even allemaal dingetjes gekocht voor cadeautje voor Leonie. En ze wordt 18. Dus ik heb ook meteen. Ja, je denkt van het zijn kaarsen. Dus wat moet je ermee? Maar dat kun je er gewoon leuk insteken. En dan hebben we deze fles. Ik vind die zo mooi eruit zien. Dat moest ik gewoon kopen. Deze vond ik zo mooi. Die moest ik gewoon kopen. Dus we hebben alles lekker in een roze thema trouwens. Want het houdt van roze. En ik heb vandaag deze plaat gekocht. Het is van glas ook nog. Ze was echt bang met meenemen. En dan dus dit. Dit is gewoon rose lemonade. Die je ook in zo'n grote fles zet. Maar ik vond het leuk. Want ik wou er blikjes omheen zetten. Zo, dat vond ik heel leuk uitzien. Ik ga het nu denk ik een beetje maken. Maar ik vind het een beetje eng. Want dit is glas op glas. Gaan we al die blikjes eromheen zetten. Ik ga gewoon even het nu neerzetten en kijken hoe het eruit ziet. En dan doe ik helemaal plastic overheen. Maar er moet dus ook nog een kaartje bij. Dus dat schrijf ik morgen. Maar ik ga gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Oh, kijk hoe leuk dit eruit ziet. De 18 is alleen nog een beetje lelijk, want ik heb er piepschuim in gedaan. En dan komt er nog plastic overheen. Dus een soort van taart of zo moet het voorstellen. Maar nou van allemaal dingen en een dienblad. En ik moet het nog eventjes, denk ik, vastplakken. Want anders gaat het anders verschuiven. Ik vind het nu al heel leuk eruit zien.
Het is vandaag woensdag en ik kom echt net uit bed en heb ik me meteen heel zo klaargemaakt. Want ik ga zwemmen zo meteen. En ik heb mijn bikini dus helemaal onderaan en ik heb gewoon dit aangedaan. En dan moet ik heel snel van buiten, maar we hebben echt niks in huis. En ik ben al echt weer veel te laat, maar dat ben ik altijd. Oké, ik heb heel snel even random dingen allemaal ingedaan en yoghurt, want dat hadden we nog wel. Het is vandaag alweer vrijdag. Ja, ik heb nu echt een topje aan, maar het is helemaal niet zo warm. Het is weer een beetje, het is echt keihard geonweerd gewoon vannacht. Het is gewoon helemaal dood. Ik wil hier nog, oh, ik ben echt heel wit. Maar ik heb daar nog een blazer overheen doen. Ik heb dit nu aan. Dit broekje van de Zara, maar is al van langer geleden. Dat is er nu niet meer. En dan dit topje van New Yorker. Dus dit eroverheen. Maar ik vind het dan hier zo, ik ben gewoon zo wit. Dat vind ik gewoon niet mooi. Dan zie je van wit stuk hier. En ik, de hele outfit is gewoon weg met dit. Nou, dat werkt nog wel weer niet. Maar dan maak ik even neer. Ik heb geen zin om nu wat anders aan te doen. Maar er is net een pakketje binnengekomen. Maar ik heb geen idee wat het is. Het ziet er heel leuk uit. Maar ik weet niet wat het is. Ik kan me niet herinneren dat ik iets heb besteld. Of misschien een samenwerking of zo. Maar ik kan het gewoon echt. Oh, dit is wel een samenwerking. Ik was helemaal vergeten. Oh, maar dat was gisteren opgestuurd. Oh jongens, dit is leuk. Super leuk dat we samenwerken met ons. Want wij zijn benieuwd. Dit is van Ice Lolly. En dat is dus dit. Ik zag dit ook voorbij komen. Je denkt echt, wat is dit? Maar hier kan je dan gewoon water in doen. Of iets met fruit volgens mij nog. En dat is dan goed voor je huid. Ik heb nu mijn make-up op gedaan. Dus ik ga nu even dan niet uitproberen, maar hier doe je gewoon water in. En dan kan je dus gewoon, ja, het is dus voor je huid, zet ook skin op. En dan, dat is gewoon goed voor je huid. Dat wist ik sowieso dat het goed was om ijs op je huid te doen. Maar nu heb je dus zo'n soort stick en dan zit er ook zo'n gaatje, kan je het precies vullen waarschijnlijk. Ik vind het zo leuk. Ik vind het ook gewoon lekker uitzien, dit kleur. Je hebt hem ook in het roze en het paars. En dan heb je zo'n stick en dan kan je dat op je gezicht doen iedere dag. Dat was dus het pakketje hier. Ice Lolly. Oh nee, Ice Jolly. Icy. Ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Ice Jolly, denk ik. Of Icy Jolly. Nee, ik denk Ice Jolly. Ik weet echt niet meer eens meer. Maar goed. Oh ja, maar vandaag is Fruit Leonie haar verjaardag. Ze was eergisteren jarig, maar vandaag viert ze het echt. En vanavond gaan we met z'n allen naar Stan & Co. En daar viert ze dan en daar gaan we ook de cadeautjes zo doen. Dus ik moet dat cadeau echt even vandaag helemaal klaar. Dus ik moet eigenlijk nog een kaart vandaag halen. Maar hier staat het allemaal. Ik heb het allemaal eventjes een beetje zo los hier neergezet. Er moet dan ook nog een kaartje bij. En nog iets van roze blaadjes of zo. Ik wil er nog iets van glitter of iets leuks omheen doen. En dan heb ik dus hier al die blikjes en zo. En deze en gewoon de 18. Dan moet ik ook nog even iets verzinnen dat dit niet zo lelijk is. En dan de chocolaatjes. En dan deze vind ik ook heel mooi eruit zien. En daarna ga ik het in plastic doen. Dan wordt het zo'n heel pakket. En dan krijg je een soort van taart idee of zo. Oh, dat vind ik zo leuk. Dan kom ik daar aan met zo'n hele taart. Maar ja, ik vind het wel heel leuk. Dus dat ga ik dan vanavond even afmaken. Want het is pas na het eten dat we echt gaan afspreken daar. Eerst zou ik daar een hele kast onder doen. Maar dat vonden mijn ouders een beetje zonde van de kamer. Dat is op zich ook wel zo. Want dan is de hele schuine wand is dan gewoon meteen weg. Of maar een stukje zo. Dat was gewoon eigenlijk niet zo'n goed idee. Ook al had ik dan wel een hele ruime kast gehad. En dan kun je echt alles in kunnen doen. Maar dan heb je eigenlijk gewoon een heel deel weg. Dus het was een beetje idee als we dan hier kast deden. Maar ja, dat is weer een beetje het probleem. Ik heb niet zo'n één lange muur of zo. Want aan deze kant staat mijn make-up tafel al. Mijn bed komt gewoon weer daaronder waar het eigenlijk stond. Ik had een hele indeling bedacht zo. Zeg maar, dat was het ontwerp wat eigenlijk was gemaakt voor mij. Maar dat de deur kan dan niet open. En het is gewoon, ja, mijn bed hoort eigenlijk gewoon daaronder. Of hier onder het raam aan deze kant kan ook. Dus dat wordt nog een ding. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan oplossen. Oh ja, ik ben ook echt helemaal klaar met mijn haar. Ik kan gewoon geen leuke haarstellen doen. Mijn haar kan je gewoon niks mee. Ik vind het zo irritant. Ik heb nu, weet je wel, zo'n, oh, hij zakt ook altijd weer uit bij mij, maar zeg maar zo'n halve staart. Maar bij mij, dan zitten die al die plukjes zo raar, maar dan niet leuk of zo. Dan steekt het aan de onderkant uit, dan ziet het er heel lelijk uit. En dat was ook voordat ik het had geverfd, dat was omdat het heel mooi is, hè. Wel iets beter, maar ik wil niet altijd mijn haar los hebben, want het heeft gewoon geen model bij mij. Het ziet er gewoon niet uit. En dan dacht ik, dan doe ik maar een staart. Maar, nou, Emma is er nu en wij gaan zo meteen, maar we hebben eventjes een kaartje gekocht nog, want dat kaartje... Een kaartje. Dat ontbrak nog. We hebben het helemaal ingepakt zo. En dan is deze kaart. Dan ben ik ontzettend snel mijn pizza aan het eten. Alleen ik moet nog een tekstje schrijven. Maar ik heb nu dit. Het is echt heel de hele kant schrijven. Maar ik moet er nog iets achter doen. Dat is zo groot. Nou, het is inmiddels weer zaterdag. Het was gisteravond echt heel leuk. En ze vond het cadeautje ook heel leuk. We hebben het gewoon nog even in de verpakking gelaten, zeg maar. Zodat ze het mee kon nemen. Dus het is niet allemaal opengemaakt. Het zit nog helemaal mooi als zo'n taart, zeg maar, verpakt. En daarna gingen we nog even gewoon, ja, de stad in. Ik heb er niks... Ja, ik heb eigenlijk allemaal filmpjes gewoon een beetje van snap en een beetje erin geplakt. Dus het zag er niet heel mooi uit. Wat jullie allemaal net hebben gezien, niet helemaal goed gefilmd, maar... Ik was vergeten om even iets te filmen voor de vlog. Dus ik heb gewoon allemaal filmpjes die ik daar heb gemaakt ervoor ingedaan. Dus dan weten jullie het al. Maar ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal hieronder. En tot de volgende video. Doei!